Hoi, ik zit nog steeds op die berg in de Pyreneeën, Frankrijk. En na een lekkere wandeling van een uurtje, waarbij ik een schat gezocht op een cache, wil ik graag 3 tips met je delen. En ik heb eigenlijk al door, er zit een 4e bonus tip aan te komen. Dus die krijg je morgen nog. Maar deze tip is ook eigenlijk wel belangrijk. Want ik was zo aan het wandelen en ik had die GPS en die gaf aan nog 1 kilometer. Nou, inmiddels de tip 2, de wereld is 3-dimensionaal, dus wist ik dat ik niet helemaal recht op dat doel af zou gaan. En toch was ik de hele tijd bezig van, ja, waar gaat dat pad nou heen? En moet ik naar links of moet ik naar rechts? En ik had eigenlijk op een kaartje van tevoren al gezien dat ik alleen maar het pad hoefde te volgen. En dan kwam ik er vanzelf. En op een gegeven moment zag ik zelfs, was ik op 800 meter van mijn doel, hè, van de cache. En ik zag het oplopen, 850, 900 meter. Ik denk, shit, ik ga van mijn goal, van mijn doel af, hoe kan dat nou? En dat gebeurt misschien in jouw dagelijks leven of in je bedrijf ook wel. Dat je merkt dat je verder van je doel af lijkt te komen. Maar de tip hier is, volg gewoon het pad. Volg het pad wat voor je ligt. En dan zul je merken dat het pad vanzelf je bij je doel brengt. Of vanzelf je verder brengt. En dan, ja, een pad loopt soms in een soort spiraal. Of in een bochtige weg. En dan lijkt het soms alsof je verder van je doel afgaat. Dat klopt. Maar dat is gewoon niet zo. Want tip 1 is natuurlijk dat het doel al niet zo heel belangrijk is. En tip 2 is dat het 3-dimensionaal is. En deze tip is dus, geniet dus ook en gebruik dus het pad. Loop gewoon het pad. En maak daarbij intuïtieve keuzes. Want op een gegeven moment was ik aan het wandelen. En toen kon ik toch een splitsing. Ik snap dat niet, want het was maar 1 pad. Maar er was een splitsing. Dus ik dacht van, shit, wat moet ik doen? En toen had ik mijn GPS en die gaf aan dat 1 weg, dat was de makkelijkste weg. Of dat was de weg recht naar mijn doel toe. Maar de andere weg, dat was eigenlijk de doorgaande weg. Nou, ik dacht, ik heb toch de snelle weg genomen. Nou, ik kan je verklappen, uiteindelijk heb ik zitten klauteren en ploeteren om echt bovenop die berg te komen. En nou, ik weet het nog niet zeker, want ik zit hier midden in de mist. Dus ik weet niet waar die andere weg loopt. Maar ik gok dat die andere weg me wat makkelijker naar het doel had gebracht. En het leek dus weer alsof, zeg maar, alle meetinstrumenten die je dan hebt. Hè, dus je targets en je doelen. En je kijkt naar je financiën. Je kijkt naar het aantal klanten. En het percentage mannen en vrouwen voorbij je klanten. Of het percentage grote bedrijven, kleine bedrijven. Welke percentage dan aanhoudt. En dan kan je basis daarvan gaan sturen. Nou, dat sturing van mijn meetinstrument, die stuurde mij de verkeerde kant op. En ik heb inderdaad niet op dat moment even gevoeld of geweten, gekeken. Van wat is nou, wat zegt mijn intuïtie, welke weg moet ik volgen? Dus volg het pad en weet dat je dan af en toe misschien wat verder van je doel komt. En maak daarbij intuïtieve keuzes. Dat zijn eigenlijk 2 tips in 1. Ik wens je veel plezier en let eens op, er komt nog een bonus tip. Want ja, deze 3 tips, nou, ik ga het ook niet verklappen. Morgen leer je meer van de 4e tip.